camera. Even poef. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik een storytime voor jullie. Nou ja, storytime. Ik weet niet of het een storytime is. Maar ik ga het even zo noemen. Want het is eigenlijk wel een verhaaltje wat ik aan het vertellen ben. Dus ja, als je benieuwd bent, kijk dan vooral lekker verder. Deze storytime gaat dus over hoe ik aan de 1000 abonnees kwam. En om daar maar even bij te zeggen hoe ik aan de 1000 abonnees kwam. In 3 maanden eigenlijk. Want het ging zo snel op een gegeven moment. En ik dacht van... Bitch, what did I do? Nou, eigenlijk, ik heb geen idee. Maar laten we beginnen vanaf het begin dat ik mijn YouTube kanaal startte. En dat was... Dat was in 2015, geloof ik. Als het niet 2014 is nog. Oeh, hier is de video 4 jaar geleden. 6 mei 2014. Ben ik al zo lang bezig? Ja. In ieder geval, toen ben ik begonnen. Ik had eerst, zeg maar, een YouTube kanaal met mijn vriendin. Dat heette Blog About Dreams. Alleen dat liep niet zo lekker, want zij uploadde nooit. Dus ik had ook geen zin om te uploaden. Het was eigenlijk gewoon van, ja, ik wil wel geld verdienen als we geld verdienen. Maar jij mag de video's maken. Zoiets was het. Want zij wou nooit video's maken en ze mocht niet en zo. En ik dacht van, waarom hebben we dan samen een kanaal? Als je toch niet op video mag. Dus toen heb ik eigenlijk gewoon het lintje doorgeknipt en gewoon mijn eigen kanaal gestart, want ik was er wel een beetje klaar mee. En toen kwam Kleine Beauty Freak. Heel veel mensen hebben die naam genakt, geloofd of niet. In ieder geval, Kleine Beauty Freak liep beter als Blog About Dreams. Ik had binnen een week 20 abonnees, terwijl ik met het andere kanaal 3 abonnees had in een jaar of zo. Want niemand wou kijken naar die video's. Snap ik ook wel eigenlijk. Maar dat was al best wel veel voor mij. Voor mijn doen dacht ik echt van, wow, 20 abonnees. Oh. En ja, toen liep het eigenlijk een beetje tot aan de 60. En toen was het opeens 100. Een half jaar later, ja, ik ga even een half jaar verder. Ik zei wel binnen 3 maanden, maar dat klopt niet helemaal. Ik ga een half jaar verder. Toen startte ik mijn verhalenaccount op Instagram, genaamd Meidenstories. En heel veel mensen die deze video kijken zouden wel herkennen Meidenstories en al die verhalenaccounts en die hype. Wat het toen was, eerste account was Verhaaltjes met Z volgens mij. Dat was door Myrthe. Zij was de allereerste Nederlandse verhalenaccount op Instagram ooit. En ik zag dat, ik weet niet meer hoe, volgens mij was ik gewoon in verkennen aan het kijken. En ik dacht even van, wow, dat wil ik ook. Dus heb ik haar eerst gedm'd van, hoe pak je dat aan en... Is het echt leuk? En zij was echt van, ja, het is super leuk, maak ook een account en zo. En toen heb ik er ook in gemaakt, had ik binnen 1 dag 200 volgers. En voor mijn doen was dat echt geweldig, want ik had niet veel vrienden. Ik was heel onzeker, ik werd gepest op school. En ik had op mijn eigen account 50 volgers of zo. Niemand kende mij eigenlijk. En ik dacht echt van, wow, dat is best wel... Best wel wat voor mij. Ik bedoel, sommige mensen die er kijken zouden echt denken van... What the fuck, dat ken ik niet. Ik ben altijd populair geweest. Nou, ik niet. Ik ben altijd een beetje het buitenbeentje geweest. En soms nog steeds wel. Ik ben ook nu ook niet populair. Maar daar heb ik wel vrede mee hoor. Ja, dus dat verhalenaccount begon heel goed te lopen. En ik kreeg heel veel vrienden daarop. En nog steeds... Ben ik bevriend met mijn beste vriendin Rian. Die heb ik daarop ontmoet. Nog steeds ben ik met haar bevriend en ben ik heel blij mee. Want she's my best friend, right? Toen had ik, toen was ik stil, een beetje stil op YouTube. Ik deed niet zoveel. Dat laten we het een break noemen, die ik heel vaak heb gehad. Maar ik had dus een break en rond januari had ik de 1000 volgers... Nee, januari, wat zeg ik? November had ik de 1000 volgers aangetikt op mijn verhalenaccount. En ik was zo blij. Ik kreeg leuke comments, kreeg ruim 300, 400 likes op mijn foto's. En voor mij toen was het echt geweldig, gewoon... Ik kende dat niet, die populariteit. En heel veel wisten het ook niet die ik persoonlijk kende dat ik dat account had. En toen in januari tikte 2000 aan, februari de 3000 zelfs. Het ging super goed. En in die paar maanden is het op mijn YouTube kanaal ook heel snel gegaan. Omdat heel veel volgers erachter kwamen dat ik YouTube deed. Ik had er verder niks op gezet hoor. En toen kwam iemand erachter. En toen had ik uiteindelijk toch een linkje van mijn YouTube kanaal ook in mijn bio gezet op Instagram. Insta. En toen had ik binnen de kortste
keren had ik 1000 volgers. Like, what the fuck? Hoe? En het stomste is nog dat die video's echt fucking slecht waren. En gewoon totaal geen moeite ingestoken. En gewoon gefilmd met een iPhone, iPad en een beetje bewerkt met iMovie. Soms helemaal niet bewerkt zelfs. En mijn volgers vonden het gewoon leuk omdat ik ben wie ik ben. Niet om de kwaliteit van de video, maar echt om wie ik ben of zo. Ja, dat was wel echt iets heel bijzonders voor mij. Dat mensen mij leuk vonden en dat ze likes gaven en reacties. En dat ze voor me opkwamen als er één haatcomment kwam. Dan had ik gelijk een heel leger voor me klaarstaan. Die mij dan helemaal beschermde tegen de haatcomments. Echt, ik mis die tijd zo erg, hè. Maar ik krijg nu geen haat trouwens. Maar het was, denk ik, vooral omdat ik heel erg mezelf was. Dat is echt alles. Als je een YouTube-kanaal hebt of begint, grootste tip, blijf gewoon jezelf. Ga niet rare dingen doen of ga niet dingen doen omdat een ander het doet. Ja, je kunt wel een video nadoen van iemand anders, zeg maar. Bijvoorbeeld iemand gaat reageren op haatcomments, kun je dat ook doen. Dat is niet erg. Maar je moet bijvoorbeeld niet echt precies de persoonlijkheid van iemand nagaan doen. Heel veel YouTubers doen elkaar na en dan krijg je natuurlijk ook geen volgers. Nee, omdat je niet uniek bent. Eén ding wat ik heb geleerd. En ja, soms dan heb ik er nog wel moeite mee met uniek zijn. Want dan wil ik zo graag zijn zoals iedereen is of zo. En dan wil ik zo graag, omdat ik dan zie dat diegene zo goed op YouTube doet, dan wil ik dat ook. Omdat ik dan denk van, oh ja, dan kan ik ook views krijgen en zo. En dan, ja, oké, het gaat niet allemaal om views, maar ik vind het ook leuk om te praten tegen een camera. Ik heb echt een hulp nodig volgens mij. Maar in ieder geval, 1000 abonnees krijg je dus niet door mensen na te doen. Of door te doen wat iedereen al doet. Of ja, hoe zeg je dat? En 1000 abonnees krijg je ook niet als je kwaliteit van de video echt, als je camera 1000 euro kost en je licht kost 1000 euro en je microfoon kost, ja, ik heb nu ook een microfoon. Maar je microfoon kost 1000 euro. Want ik heb gemerkt dat ik nu net zoveel views krijg als van tevoren, terwijl ik camera heb gekocht, microfoon, licht. Ik zit hier nu met, hoe duur is dit in totaal? Ik heb 900 euro uitgegeven en mijn views en alles zijn gewoon nog hetzelfde. Dus je moet echt niet denken dat het eraan ligt dat je camera slecht is. Ik bedoel, je kunt niet gaan filmen met een Samsung van 5 jaar geleden of zo. Want dat zijn echt van die brokjes of zo. No hate to Samsung. Maar ik bedoel, ik kan best met je iPhone filmen. Ik denk soms van, ja, ik film ook gewoon met mijn iPhone. Heel veel van mijn video's zijn ook gewoon nog met mijn iPhone. En ja, het gaat dus niet om kwaliteit. Het gaat dus eigenlijk om gewoon jezelf zijn en uniek zijn. En ja, ik weet dat het moeilijk is om jezelf te zijn tegenwoordig. Omdat je gehaat wordt omdat je doet wat jij leuk vindt, zeg maar. Dat het helemaal niet hoeft. Je moet gewoon doen wat jij wil. Ik ben gewoon psycholoog geworden of zo. Maar oké, we hadden het over 1000 abonnees. Ik ben dus van januari 2015 tot aan april of maart naar de 1000 abonnees geklommen. Opeens. En dat is gewoon puur omdat ik mezelf ben. En omdat ik heb gedaan wat ik leuk vond. In ieder geval, ik vind dat ik genoeg gepraat heb. Oké, dit was mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog, vergeet geen comment achter te laten onder mijn video en ook vooral niet te abonneren als je dat leuk vindt. En als je mij leuk vindt om mezelf, niet om andere dingen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!